Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 6 september. Een tweedeling in Nederland vandaag. In het westen van het land is veel bewolking aanwezig en in het oosten schijnt de zon volop. De bewolking die was vanochtend zelfs dik genoeg om in Zuid-Holland en Zeeland een spatje motregen te produceren. Maar geleidelijk aan gaat die bewolking wel wat meer oplossen. Vanavond, desalniettemin, toch nog wel vrij veel wolkenvelden in het westen, terwijl het in het oosten eerst nog zonnig is. Een temperatuur die ligt zo rond de 20 graden als de zon ondergaat. Verder waait er een zwakke tot matige Zuidoostenwind. Overnacht zijn er vrij veel wolkenvelden aanwezig in de hogere luchtlagen. De temperatuur die daalt naar zo'n 11 tot 15 graden. De kans op mist is klein. En morgen wordt het dan een mooie dag met flink wat zon, maar ook met wolkensluiers. De temperatuur loopt in de middag op naar zo'n 24 tot 26 graden. Ook in het westen verwachten we morgen flink wat zon. Ja, de dagen erna blijft het afhankelijk nog prima weer. Donderdag wordt het zelfs de warmste dag van de week met lokaal 27 of 28 graden. Later op donderdag wel vanuit het westen wat koelere lucht. En dat betekent dat later in de middag de temperatuur weer wat gaat dalen. Terwijl het blijft wel droog en ook zonnig. Op vrijdag is er meer bewolking aanwezig. De temperatuur ligt dan in de middag tussen de 23 en 24 graden. De wind die waait dan ook uit het zuidwesten en is matig. En op zaterdag kan er later op de dag een enkele bui vallen. Overdag loopt wel de temperatuur op naar zo'n 25 graden. En volgende week zien we flink wat onzekerheid in de verwachting van de temperatuur. We zien brede marges rond de rode lijn. En dat betekent dat er ja, veel opties zijn in de weermodellen. Het kan zomaar 30 graden worden, maar er zijn ook modellen die zeggen dat het een graad of 20 wordt. Dat is dus nog even afwachten. In ieder geval ziet het er wel vrij droog uit. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.